Als je wakker wordt met een heel apart gevoel van binnen, dan ben je misschien wel de eerste patiënt met een hele nieuwe ziekte. Als het begin is van een flinke uitbraak, dan is er sprake van een epidemie. Als jouw ziekte de hele wereld overgaat, dan heet het een pandemie. Van het Grieks woord pandemos, oftewel het gehele volk. Met een beetje pech wordt het hele volk zo tijdens zo'n pandemie een half volk. Denk maar aan de Pessa Nustanius. Vanaf 541 zo'n 2 eeuwen lang slachtoffer maakt. Aan het eind van de middeleeuwen kwam deze pest terug als de zwarte dood. In de 19e eeuw zijn er bij 5 cholera pandemieën. En na de Eerste Wereldoorlog velde de Spaanse griep wel 100 miljoen mensen. Daarna volgen de Aziatische griep, de Hongkong griep, SARS, Mexicaanse griep, Ebola, tot we in 2020 corona op ons bordje kregen. Of en hoe we aan zo'n pandemie afkomen, dat is nog maar de vraag. Hoe besmettelijk het virus is en welke maatregelen er worden getroffen, denk bijvoorbeeld aan vaccineren. Zo neemt het aantal besmettingen af en doodt de pandemie misschien wel uit.